Het land op met pomp, sproeier en slang. Nog even snel overdag het land beregenen voor woensdag 25 juli om 9 uur. Het beregeningsverbod van start gaat. Om te zorgen dat ook iedereen van voldoende water kan worden voorzien, hebben we dus een beregeningsverbod in moeten stellen om overdag niet te beregenen. En de voldoende tijd te krijgen om het water ook op de plek te krijgen die wij het zo graag mogelijk zien dat het water ook komt. Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, het is zo dat vanaf morgen, dus woensdag om 9 uur tot s'avonds 6 uur, er een beregeningsverbod is. Dat betekent dat er dan even de gelegenheid is om het water ook vanuit de Maas aan te voeren naar het gebied. En te verdelen over het gebied, zodat ze dan in de nacht weer kunnen beregenen. Voor boer Henk uit Andel wordt het 's nachts sproeien de komende periode. Het is ontzaggelijk droog. Dat is allemaal gewoon hier verwelken en daar is de grond wat beter. Daar is het weer minder, hè? Het mooiste beregenen is in begin augustus tot half augustus, dat je ze dan goed nat kan maken. En dat er niet beregend mag worden, dat moet natuurlijk gecontroleerd worden. Handhavers die gaan het gebied in, zullen incidenteel ook mensen bezoeken. En zullen ook eventueel vanuit de lucht kijken wie er aan het beregenen is. En dat beregeningsverbod geldt niet alleen voor de boeren. Beregeningsverbod houdt in dat men niet mag beregenen, zowel particulier als bedrijven. Dus dat betekent dat men het onttrekken van water uit de oppervlaktewater om te beregenen, dat men dat niet mag. En dat beregeningsverbod dat gaat voor onbepaalde tijd in? Gaat voorlopig voor onbepaalde tijd, maar ik hoop dat zo snel mogelijk water ook van boven valt, zodat we het op kunnen heffen.